U moet meer doen met minder. Meer artikelen, keuze en ondersteuning bieden. En dat goedkoper, sneller en duurzamer. Maar er zijn altijd verborgen kosten. Logistiek, administratie, servicekosten en accountmanagement drijven de basiskosten op. En met meerdere leveranciers kosten facturen, het bijhouden van bestellingen en het oplossen van problemen meer tijd en moeite. Het gaat niet om de goedkoopste paperclips, maar om de samenwerking met een partner die alles biedt wat u nodig hebt. Op één plaats en met uitstekende service. Eigenlijk is één plek voor al uw kantoorbenodigdheden heel logisch. Zou het niet handig zijn als u ook uw kantoorstoelen kon kopen bij de leverancier van uw koffieautomaat en suikerstaafjes? En misschien zelfs die handige schoonmaakdoekjes en sprays. En als diezelfde leverancier ook zou zorgen voor de technologie, schrijfwaren en andere benodigdheden om werknemers te trainen en het bedrijf gaande te houden? Vergeet ook uw magazijn niet. Wat als u ook bij die leverancier terecht kon voor bijvoorbeeld grote stellingen, noppenfolie en verpakkingsoplossingen, zodat uw team veilig en efficiënt kan werken? Een leverancier die uw specifieke behoeften kent en drukwerk voor u kan personaliseren. Niet alleen met een mooi briefhoofd, maar ook met verpakkingen die uw merk promoten en uw klanten aanspreken. Zou het niet geweldig zijn als u dit allemaal kon regelen via een eenvoudige, duidelijke interface waarmee u controle hebt over wat uw bedrijf uitgeeft? In welke sector u ook werkt, hoe groot uw bedrijf ook is en hoeveel plakbriefjes uw kantoor ook nodig heeft, u kunt vertrouwen op Staples. Wij bieden het grootste assortiment producten voor uw bedrijf en milieuvriendelijke alternatieven. U kunt er dus zeker van zijn dat elk product verantwoord is ingekocht, geproduceerd en vervoerd. Wij zijn trots op onze duurzaamheid en willen onze klanten helpen dit ook te bereiken. Van printer tot zonnebrand, van wc-rol tot slakom en van USB-stick tot koffiemelk. Staples levert alles wat u nodig hebt, efficiënt en verantwoord.